dit minuutje, dat kunnen we prima hebben. En het onderwerp is interessant genoeg. Welkom allemaal bij de breakout sessie, waarin het ANO-fonds ons mee gaat nemen in de uitkomsten van een onderzoek naar de impact in de organisatie van Mijn Zaken. Aanwezig is Karen Sleking, directeur van ANO-fonds, en Mark Buiks, onderzoeker. Karen, mag ik jou het woord geven? Zeker, dat mag. Welkom allemaal bij deze deelsessie. Ik wil gewoon eigenlijk een drietal punten. Ik ben Karen Sleking, directeur van het ANO-fonds. En ik wil in ieder geval vooraf al een drietal punten meegeven. En dat is dat Mijn Zaak een heel erg belangrijk instrument is om de dienstverlening naar die inwoners en die bedrijven te... Maar goed, daar zijn we het allemaal over eens. Maar dat bij ons uit het onderzoek gebleken is dat het heel belangrijk is om een goed businessplan op te stellen voordat je aan dit traject begint. Dat je duidelijk maakt wat de kosten zijn van het plan, maar ook dat je de kosten bespaart op de termijn en dat je die dus zou kunnen inzetten als investering voor deze faciliteit. Daarnaast is het heel erg belangrijk voor het draagvlak van leidinggevenden, directe leidinggevenden, coördinatoren, teamleiders, maar ook van gemeentesecretarissen en bestuur. Natuurlijk vergeet ook niet de medewerkers die hiermee moeten gaan werken, want die moeten eigenlijk mee ontwikkelen in het proces. Dus als je die werkprocessen binnen je gemeente aanpast, doe dat ook in overleg met de medewerkers die daarmee bezig zijn, omdat dat uiteindelijk ook het succes van deze faciliteit zal bepalen. Nou, dat gezegd hebbende, draag ik graag het stokje over aan Mark van Hiemstra en de Vries, die ons de afgelopen periode langs de 5 pilotgemeenten is geweest, om te kijken van hoe zitten deze succesfactoren nou in die gemeente en hoe gaan jullie daarmee om? Dus Mark, the floor is yours. Dankjewel. Ik zal eens even een presentatie delen. Pilot Mijn Zaken Service. Daarvoor hebben we het al gehad. Hè. We hebben op verzoek van ANO-fonds naar het artikel geschreven. Dat artikel dat bevat eigenlijk 4 belangrijke elementen. Het eerste is: wat is mijn zaken? Nou, dat is iets wat we niet hoeven te bespreken nu volgens mij. Dat hebben jullie genoeg gehoord. Waarom stapte de pilotgemeente in? Dat is wel interessant, hè, want wat je ziet, het zijn verschillende gemeenten, maar ze hebben allemaal hun eigen motieven om deel te nemen aan de pilot. En ze vinden ook ruimte om daar invulling aan te geven, dus dat vind ik heel mooi. Waar liggen de kansen en beperkingen van mijn zaken? We zien heel veel kwaliteiten, maar ook een aantal beperkingen. En waar we het nu over willen hebben, Karen zei het al, is: wat zijn de succesfactoren voor het gebruik van mijn zaken? Dus wat moet je doen om van mijn zaken een succes te maken? We hebben er 7 benoemd. Ik loop ze graag 1 voor 1 kort af. We zitten in een bijna kleine groep, dus zijn er vragen of opmerkingen wat mij betreft, mag je er ook gewoon in vliegen. Als eerste punt: organiseren het beheer van procesinformatie. Je moet je voorstellen dat de kracht van mijn zaken is dat je dus aan burgers en ondernemers kunt zien hoe een traject eruit ziet. Hè. Dus niet alleen in welk stadium dat het zich bevindt, maar ook hoe zo'n heel traject eruit ziet. Van start tot eind. En je kunt er ook doorlooptijden aan koppelen. Dat is natuurlijk prettig, hè, want dan weet je als aanvrager waar je aan toe bent. Maar dat maakt dus wel dat je als gemeente, en dat zal niet gelden bij de eerste product, maar wel op het moment dat je een aantal hebt, zul je op een gegeven moment een soort centrale registratie gaan krijgen van processen, producten, tussenproducten, deelstatussen en doorlooptijden. En dat is iets wat zich mogelijk prima laat vangen in de zaaktype catalogus of in een PDS-achtige opzet. Maar als je dat nog niet hebt, dan is het wel belangrijk dat het georganiseerd wordt. Het tweede punt is: organiseer het beheer van de technische voorziening. Mijn zaken vraagt echt wel wat inzicht in de techniek. Het vraagt zeker ook wat keuzes rondom architectuur. Op het moment dat dat nog niet heel erg ingebed is om daarover na te denken, is het heel belangrijk om goed te gaan nadenken over hoe ontwerpen we dat, hoe zien we de componenten, hoe onderhouden we dat. En vooral ook in het licht van het feit dat, dat werd al even genoemd in de eerdere sessie die hier in deze groep was, het is vaak moeilijk om mensen aan te trekken, moeilijk om mensen te binden. Dus denk ook heel goed na: wat doe je zelf? Wat leg je bij leverancier? Waar ga je samenwerking op aan met andere gemeenten of shared service, etc.? Denk je goed over na. Het derde punt, ik ga er vrij snel doorheen, is: welke producten en diensten wil je aansluiten op mijn zakenservice? En daar bedoel ik mee:
Op het moment dat je hele organisatie eruit zou zien in de ondersteuning als één zaaksysteem, is dat makkelijker. Dan koppel je één zaaksysteem aan de service mee zaken. Maar meest waarschijnlijk maak je gebruik van meerdere systemen waar zaakinformatie in staat. Denk bijvoorbeeld aan toepassingen voor sociaal domein, toepassingen voor fysiek, toepassingen voor vergunningen, toepassingen voor subsidies, toepassingen voor et cetera, et cetera. Het wordt vooral spannend natuurlijk op het moment dat bepaalde activiteiten niet onderdeel zijn van je eigen gemeente. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen, zijn een aantal gemeenten die hebben bijvoorbeeld belastingen uitbesteed of die hebben bijvoorbeeld sociaal uitbesteed. Wil je die wel of niet bijvoorbeeld bieden in je eigen portaal? Je zou kunnen zeggen, nou ja, dat gaan we niet aanbieden. Dat ligt bij de andere gemeente, verwijzen ze. Maar misschien zeg je wel, ja, wij als gemeente voelen ons verantwoordelijk voor de hele scala aan producten. Dus wij willen ook inkijk geven in de producten die niet direct bij ons worden behandeld of worden uitgevoerd. Ik was in deze context heel erg nieuwsgierig, jullie aanwezigen. Wat zijn nou de producten die jullie zelf aanbieden vanuit het portaal? Ik heb een Mentimeter geopend. En dat betekent, je mag naar menti.com op je telefoon of op een tabblad van je pc. Ik ga even een code ingeven, dat is 5324-1126. Dus welke producten hebben jullie op het eigen portaal van de gemeente ontsloten? Het zat mooi met Karen om even een kop koffie te pakken zo. Wow, die gaan gelijk op. Dat is grappig, sociaal is het inderdaad. Ja, burgerzaken. We hebben deze vraag eerder gesteld. We zagen net ook dat burgerzaken naar de piek had, inderdaad. Fysiek, sociaal een beetje. Hoge scores in de vorige groep, hè. Dus inderdaad, burgerzaken wordt veel gekozen. Ook best wel wat sociaal nog relatief. Dat was zeker als ik het vergelijk met de vorige groep waar we die vragen hebben gesteld. Ook wat fysieke producten. Meldingen openbaar ruimte, een mooi product natuurlijk. En vragen aan medewerker bestuurder was ook in de vorige sessie het product dat het minst ruimte kreeg. En dat is hier ook het geval. Zijn er mensen die invullen? Anders ga ik door met de sheets. Het vierde punt is, als je als gemeente niet of nauwelijks zaakgericht werkt, of je vindt dat het niet goed georganiseerd is, ben je dan bewust van de impact? En daar bedoel ik het volgende mee. Op het moment dat we zaakgericht gaan werken, dan geeft dat zeker dynamiek in de relatie tussen leidinggevende en uitvoerende medewerkers. En daar bedoel ik het volgende mee. Sommige medewerkers zijn gewoon sneller in zaken afhandelen dan andere medewerkers. En als leidinggevende zie je die informatie. Je ziet gewoon hoe snel zijn medewerkers met afhandelen van zaken. En dat is ook een beetje complex. Want is nou een medewerker die wat minder snel is in het afhandelen van zaken een tragere medewerker of een slechtere medewerker? Of is dat misschien juist wel een medewerker die juist wat lastige zaken oppakt? En op het moment dat we zien dat er bepaalde patronen zijn die we niet begrijpen, hoe gaan we dan het gesprek aan? En dit geeft soms wel spanning. Hè? Het geeft soms spanning vanuit het perspectief van medewerker. Hè? Die voelt dat in één keer dat alles out of the in the open is. Het geeft soms ook wat spanning bij de leidinggevende. Die gewoon moet zoeken naar een manier om daar het gesprek over aan te gaan. Dus dat is op zich wel spannend. Hè? Er komt ook een fase bij. Op het moment dat we dan die statusinformatie naar buiten koppelen. Hè? Dus burgers en aanvragers kunnen zien waar dat er staat. Hè? Dan heb je ook nog kans dat je direct wordt benaderd om te zeggen. Joh, hoe staat het nu met die aanvraag? Je bent ermee bezig. Waarom duurt het zo lang? Dus dat zijn best wel spannende momenten. Maar wat hier eigenlijk in dit punt misschien wel zeker zo belangrijk is. Als je als gemeente dat punt nog niet bereikt hebt. Dan is het best wel eens interessant om af te vragen. Waarom is dat nog niet gebeurd? Zaakgericht werken is een concept. We zijn al vanaf 2006, 2007 wordt eraan gewerkt. Als je nog steeds niet succesvol het invulling hebt gegeven aan zaakgericht werken. Dan zijn er dus kennelijk factoren en elementen in de organisatie. Die dus in de weg staan om dat op een goede manier in te vullen.
Misschien is het draagvlak, misschien is het kennis van de systemen of toepassing van de systemen. Wellicht is het politieke wil. Er kan alles aan de hand zijn. Maar het is wel heel erg interessant om je af te vragen, wat zat er in de weg om tot het punt van vandaag een succes van te maken? Want op het moment dat je dat niet oppakt, dan kun je met een mooi concept als Common Ground gaan werken. Maar dan ook dan zul je tegenaan lopen dat diezelfde problemen die in de weg stonden om zaakgericht werken goed toe te passen, je ook in de wielen gaan rijden op het moment dat we invulling gaan geven aan Common Ground. En daarover ben ik heel nieuwsgierig aan de gemeente aanwezigheid. Dus wat is het niveau van zaakgericht werken dat jullie op dit moment bieden? Weer de Mentimeter, je kunt dezelfde code gebruiken als net. Heb je hem nog openstaan, dan kun je een refresh geven op je browser. Dus wat betekent voor jullie gemeente, jullie organisatie zaakgericht werken? Wat als we zaakgericht werken, welke garanties komen daaruit? Betekent dat dat er altijd formulieren zijn voor de aanvrager? Misschien slimme formulieren. Betekent dat een aanvrager de opvolging kan volgen op basis van status updates? Betekent dat een aanvrager gedurende het proces aanvullende documenten kan aanbieden? Betekent het dat een aanvrager ziet wat de doorlooptijd is en of dat de behandeling in de norm loopt? Kan de aanvrager het kanaal kiezen? Die kan misschien een mail sturen en zeggen, ik wil eigenlijk per sms op de hoogte worden gehouden. Wat is allemaal mogelijk? Dat zijn mooie scores, Karin. Die hebben we ook anders gezien. De mensen die het ingevuld hebben, ik zie een hoge score voor digitale formulieren. Ook best een redelijke score voor opvolging. Al zie ik wel een soort van, je ziet het twee heuveltjes. Dus mensen hebben het of niet, een aantal gemeenten hebben het wel. Dus daar zit wel wat verschil in. Dat geldt ook voor het indienen van aanvullende documenten. Nog om doorlooptijden, nou, dat gaat ook niet om iets zo gek. En kanaal van voorkeur, ik vind dat ook best behoorlijk. Er is al wat gemeente waarbij die mogelijkheid bestaat. Het vijfde punt, we hadden er 7. Procesvoortgang was relevant, maar wordt cruciaal. Kijk, op het moment dat we vragen van vinden we doorlooptijden belangrijk, vinden we conformiteit in doorlooptijden belangrijk, dan kunnen we natuurlijk niet anders dan dat beamen. Zeggen natuurlijk vinden we dat belangrijk. Wat we wel zien, dan denk ik bijvoorbeeld even terug in die tijd dat we gingen werken met fatale termijnen, dan zie je dat doorlooptijden soms toch ineens toch een heel stuk belangrijker worden dan dat het was. Hè. En op het moment dat je natuurlijk doorlooptijden gaat communiceren, dan zul je weer opnieuw het effect kunnen krijgen dat aanvragers gaan ons eraan houden. Ik bedoel, we communiceren dat die doorlooptijden. Dus dan is het nog belangrijker dan we al deden. Het was natuurlijk al belangrijk, maar dat we ook gaan houden aan die doorlooptijden. En niet steeds gaan zeggen, ja sorry, we verdagen hem, we stellen hem uit, we hebben het niet gered. He, dus dat zal weer discipline vragen om toch aan die doorlooptijden te hebben. Ik denk dat het misschien verstandiger is om wat minder ambitieus te zijn in je doorlooptijden en dan doorlooptijden te geven die je ook daadwerkelijk kunt halen, dan dat je ambitieus bent en volgens steeds moet verdagen en uitleggen waarom je niet redt. Zesde punt, organiseer interne coördinatie op samengestelde processen. Vaak bieden zaaksystemen hele mooie mogelijkheden om zaken die met elkaar samenhangen te koppelen, te relateren. Gerelateerde zaken, subzaken, child cases. Ik heb hele mooie termen voorbij horen komen. Maar in essentie zie je dat sommige zaken best heel complex zijn. Ik als voorbeeld in het artikel beschrijven we een evenementenvergunning die we zijn tegengekomen. Een evenementenvergunning bestond uit 7-8 verschillende producten, variërend van evenementenvergunning, gebruikersvergunning, veiligheidsplan, omgevingsplan, toegankelijkheidsplan. Op het moment dat allemaal losse aanvragen zijn, is het voor die aanvragen toch heel complex. Dus dan moet je ook nadenken hoe je het organiseert. En dat kun je voor, als het niet te complex is, ik denk dat je technisch heel erg veel kunt komen met relateren van zaken. Maar op het moment dat het echt heel complex is, zou ik zeggen, help die aanvragen en zorg voor een goede coördinatie en communiceer het hele proces als één geheel en dat het duidelijk is. En tot slot, maak ondersteunende systemen waardevol. Ik moet zeggen, de scores deze groep waren hoger dan de vorige dagen. En daar bedoel ik het volgende mee. Sommige gemeenten implementeren zaaksysteem en hebben ze het over generieke zaaksystemen. Generieke zaaksystemen waarbij je zeg maar 3 statusniveaus hebt. Geen templates, geen hulp, geen checklisten, geen hulpondersteuning, geen controlelijsten, vraagbomen.
En wat je dan ziet is dan voed je zo'n zaaksysteem wel of zo'n toepassing wel, maar het systeem helpt je niet echt. Je moet eigenlijk alles zelf doen. En wat we dan altijd zeggen, medewerkers zeggen dan altijd tegen ons van ja, we hebben het gevoel dat we een monster moeten voeden en we krijgen er eigenlijk heel weinig voor terug. Terwijl andere gemeenten waarvan je ziet dat er echt heel veel maatwerk is en heel veel ondersteuning is, maatwerkbrieven, maatwerkchecklisten, ondersteuning in teksthulpmiddelen. Dan zeggen ze ja, het systeem helpt mij echt, dus ik werk plezier graag. Ik werk graag met het systeem. Het grote verschil dat we zien is dat als mensen graag met het systeem werken, er zit veel minder urgentie op om mensen steeds maar weer aan te sporen om alles ook te gaan registreren. Terwijl daar waar systemen eigenlijk generiek zijn ingericht en algemene documenten hebben, moeten medewerkers vaak toch echt wel worden aangespoord om zet nou een SaaS-systeem, we doen het voor de burger, we doen het voor de klant. En dat is jammer, want juist een goed systeem kan je juist als medewerker ook heel erg goed helpen. Nou, weer even een vraag aan aanwezigen. Jullie zaaksysteem of jullie zaakapplicatie, het kan natuurlijk verder zijn dan de zaaksysteem verder, hoe zou je het beschrijven? Is dat een monster dat gevoed moet worden? Of is het een monster dat je liefst zou willen knuffelen? Ik geef hem zo even over jouw kaarten. Ja, ik zie hier toch wel een aanloop naar het monster dat gevoed moet worden. Kijk, één lief monstertje. Dat is leuk. Ja, in aanvulling op wat Mark zegt en wat ik in de inleiding al zei van... om te voorkomen dat het als een monster gezien wordt. Want ja, eigenlijk hebben we het gewoon heel erg nodig om die dienstverlening naar die inwoner en naar die bedrijven gewoon goed op orde te houden. Het vraagt vooraf gewoon hele heldere doelstellingen en afspraken. Het plan wat ik zei, het businessplan waar de gemeente Tilburg echt een heel mooi voorbeeld van heeft. Waarbij je in ieder geval de kosten die je moet maken ook wel weer kan inzetten in de investeringen die je nodig hebt. Het vraagt ook gewoon kennis van de inhoud om die keuzes te maken. Zowel van de leidinggevende als van de bestuurders. Ook de steun en het draagvlak om door de hobbels heen te komen. En van ons als projectleiders binnen de gemeente vraagt het ook het vermogen om het proces te organiseren en door te pakken. Het zal geen proces zijn wat een hele mooie route loopt. Maar je zal echt via Berlijn, Moskou... Petersburg naar Italië gaan. Het is niet echt dat je de rechtstreekse route kan vinden. Het is tijdens het proces kunnen ontwikkelen, ook fouten durven maken. Dus je komt elkaar ook heel erg tegen in je talenten en je competenties. Daarom zeggen wij en merken wij ook in de contacten met jullie dat het heel erg gaat over de nieuwe competenties, vaardigheden van mensen. Er wordt veel meer een beroep gedaan om evenwijdig te kunnen en evenredig te kunnen communiceren. Ook de samenwerking tussen het afdeling en het management staat onder druk, komt onder druk te staan bij de invoering van zo'n nieuwe faciliteit, waar je echt aandacht aan moet besteden. Ook in het organiseren en kritisch denken, hoe ga je daarin met elkaar om? En natuurlijk ook creatief zijn als je inderdaad zo'n hobbel tegenkomt, van is er ook een andere mogelijkheid om het op te lossen? Wij kiezen er voor als ANO-fonds om niet te kijken naar een ondersteuningsprogramma specifiek voor mijn zaak. Maar we willen jullie graag toeleiden naar onze website, waar in ieder geval een aantal aanbiedingen staan van leernetwerken en projecten die nu al lopen en waar je nu op kan inschrijven. En dat is bijvoorbeeld het goede gesprek. Een gesprek kan... iemand in een gesprek een heel goed gesprek vinden, terwijl de persoon tegen wie je spreekt denkt van nou, waar ging dit in hemelsnaam over? Daar lopen leernetwerken op. Er loopt een leernetwerk voor gemeentesecretarissen, specifiek over digitaal leiderschap. Want het is gewoon heel erg lastig als een gemeentesecretaris of een bestuurder niet weet wat de digitale consequentie is van dit soort faciliteiten. Nou, daarnaast natuurlijk alles uit jezelf, het online leren. Dat is echt voor de medewerkers, hè, waarbij je een talentscan kan doen.
en daar weer mee kan verder gaan. Hè? Dat is www.allesuitjezelf. We hebben in ieder geval een community ingericht voor leren en ontwikkelen, waar je alle vragen ook over deze faciliteit kan stellen die je hebt. Die is nu een maand actief en is buitengewoon succesvol. Daar worden echt alle vragen en aandachtspunten tussen gemeenten gedeeld. En wij leggen af en toe de verbanden ook naar organisaties buiten de gemeente om tot een goed antwoord te komen. Ja, en last but not least, het moet natuurlijk ook nog wel leuk en blijven om te werken binnen de gemeente. Dus ik wil zeker ook nog even reclame maken voor 11 mei, waarbij de Gezond Werkendag door ons georganiseerd wordt in Amersfoort. Nou, ik ben heel benieuwd of de presentatie zo duidelijk was en of er vragen en opmerkingen zijn. Dankjewel, Karin. Ik kijk even de digitale tafel rond. Is er iemand die wil reageren op de presentatie en de toelichting vanuit ANO-fonds? Kijk, een applaus. En Alice, mag ik jou het woord geven? Jouw geluid staat nog uit. Excuus. Mark, ik ben heel benieuwd wat nu uit je onderzoek, en ik kan het vast ook teruglezen, maar ik vind het een heel aardig verhaal. Wat was nou de grootste tegenvaller voor als rode draad? Of was dat bij iedere organisatie, viel dat reuze mee? Want ik moet wel zeggen, als ik al deze presentaties hoor na zo'n ochtend, dan denk ik, nou, we gaan vanmiddag beginnen en het is een fluitje van de cent. Dus, nee. Ja, ik denk dat het klopt in zekere zin, tegelijkertijd ook weer niet, hè, Alice. Ik denk dat je moet realiseren dat deze gemeenten die nu meedoen, dat zijn echt wel gemeenten die ook echt wel heel eager zijn om het op te pakken. Het zijn gemeenten die ook heel vaak wel een behoorlijk niveau hadden van zaakgericht werken. En daar ook heel professionele invulling aan geven. Dat wil niet zeggen dat andere gemeenten dat niet doen. Maar dit zijn gemeenten die hadden, zeg maar, al de wind op de goede manier in de zeilen. En dat is natuurlijk, niet alle gemeenten hebben dat geluk. Hè? Niet het geluk dat ze bestuur meekrijgen. Niet het geluk dat ze begrip hebben bij vanuit dienstverlening of de steun hebben vanuit dienstverlening. Dat ze de afdelingen meekrijgen. Dus de startpositie van de gemeente is toch heel erg verschillend. En voor de ene gemeente ligt de uitdaging misschien wat meer aan de kant van inderdaad hoe krijgen we het verkocht in de organisatie. Voor andere gemeenten geldt dat wat meer aan de kant van techniek. Hè? Dus hoe maken we nu de gezonde technische keuzes om dit mogelijk te maken? Dus ik denk dat ik gemeenten heb gesproken die niet representatief zijn voor de gemiddelde gemeente in Nederland. Laat je niet van weerhouden. Ik bedoel, het is een mooi concept, pak hem zeker op. Maar doe het heel bewust en maak, denk er niet te licht over. Dat is wel de waarschuwing, toch? Ja. Als ik wel een aanvulling mag geven vanuit de VNG, Mark, in de presentatie van Zakia. Kwam ook de randvoorwaarden ter sprake. Die gelden voor een succesvol start of een pilot met mijn zakenservices. Het is echt per gemeente inderdaad ook wel verschillend waar de accenten liggen. Dat blijkt ook uit onderzoek van ANO-fonds. Ik ga door naar Wim Blok. Wim. Ja, dank voor de presentatie. Want ik vond het in ieder geval goed dat je ook de nadenkpunten bezint eer gij begint. Dat die daar tot uiting komen. En volgens mij hoeft dat helemaal niet het enthousiasme voor het concept te verminderen. Maar richt het een beetje hoe je ermee aan de slag moet. Ik wou nog zeggen dat ik eigenlijk dat gevoel dat zaaksystemen zo'n monster zijn, wat je heel erg veel moet voeden en waar je weinig terug, dat herken ik wel een beetje vanuit mijn eigen werkpraktijk vroeger in Leiden. En ik denk dat dat ook ligt aan de ervaring die iedereen heeft met zaaksystemen oude stijl. Dus via koppelingen. Wat gewoon ontzettend veel tijd kost en de zaak ingewikkeld maakt. Dus die samenloop of het belang van dat je dat wel op de common ground manier doet, is denk ik cruciaal. Je krijgt het niet voor elkaar als dat niet op die principes gestoeld is van common ground qua architectuur. Want ja, met name door die koppelingen zijn die zaaksystemen oude stijl vaak ook nog gewoon een rem. Omdat je alles aan alles moet koppelen en dat heel veel gedoe geeft met de verschillende leveranciers. Dus ik denk dat dat een verklaring daarvoor is. Dus bezint eer gij begint, ook technisch moet je dan weten, zijn we er al klaar voor? En wat je ook zei, wat ik ook belangrijk vind, is dat
Bij de meeste gemeenten is er gewoon een mix. De ene zaak die gaat via het zaaksysteem en de andere via de silo's of de specifieke systemen. En ik heb zelf begrepen dat het misschien wel ook een beetje de toekomst is dat dat weer zo gaat worden. En dat de zaaksystemen eigenlijk alleen overblijven als een soort eind in de eindfase als de zaak is afgerond en dat het dan netjes gearchiveerd wordt via dat zaaksysteem. Maar dat we weer teruggaan naar zaaksystemen in de applicatie zelf. En niet dat al die koppelingen nodig zijn. Maar dat zijn twee dingen die volgens mij van belang zijn om ook in de gaten te houden als je hiermee begint. Dank. Maar dank voor de overzichtelijke waarschuwingen, zullen we maar zeggen. Ja. Dank u wel. We gaan zo dadelijk weer terugstappen naar de plenaire sessie. We hebben nog een paar minuten. Kunnen we nog de afrondende vragen of opmerkingen zijn. Misschien ook wel vanuit ANO-fonds, Karen. En anders stel ik voor dat we overstappen weer naar de plenaire sessie. Kijk nog even naar Karen. Zijn er nog? Nee hoor, dat is prima. Het is een goed idee om over te stappen naar de plenaire sessie. Hartstikke goed. Dan wil ik Karen en Mark bedanken voor jullie presentatie en toelichting op het artikel. Voor iedereen ook. Het artikel van harte aanbevelen. Dank voor de aanwezigheid en we zien elkaar zo dadelijk in de plenaire sessie.